Studenten van de Technische Hogeschool in Delft hebben er door de nood gedwongen een vak bijgeleerd. Het vak namelijk van babyverzorgen. In de plaatselijke ziekenhuizen hebben zij zich door deskundig personeel in de geheimen van dit moeilijke vak laten inwijden. Waarna ze ten aanschouwen van een aantal bevoegde autoriteiten en de pers onlangs een proeve van bekwaamheid hebben afgelegd. En daarbij bleek dat ze voor geen kleintje vervaard zijn. Hetgeen dan ook de bedoeling is, want deze studenten gaan in navolging van collega's uit Amsterdam en Den Haag waken over baby's en kleuters en zo nodig ook over huisdieren. Zij hopen daardoor hun moeilijke financiële positie een beetje te kunnen verlichten. Intussen zijn ze al de praktijk ingegaan. Terwijl Delftse vaders en moeders van huis zijn, waken studenten over hun kroost. En doen de dingen die van een babysitter, zoals ze met een buitenlandse term officieel heten, verwacht worden. Ze verrichten hun werk met veel geduld en moed, ook al is het soms om wanhopig te worden. Maar het is voor hen in dubbel opzicht belangrijk om goed op de kleintjes te passen.